Enkele weken geleden stonden we al eens bij Olympia voor de wedstrijd tussen Bob Peters en Bram Verbiest, maar dat was toen aan de cirkelkant. Dit keer staan we aan de kant van Club Brugge, want Karel Hoefkes die neemt het op tegen iemand van u. Iemand die zeer goed gepronosticeerd heeft de afgelopen weken, namelijk Pieter de Nooy. En dat is toch wel een cirkelsupporter zeker. Het overlopen van de uitslagen van vorige week. Ik had er 5 op de 8 goed. Anderlecht Beerschot, Lierse, Westerlo, Club Brugge, Bergen, Standaard, Cercle Brugge, STVV, AA Gent, allemaal geen probleem. De 3 die ik fout had. Zulte Waregem, KV Kortrijk, had ik een X gezet, is een 1 geworden. Oud-Heverlee Leuven tegen Genk. Ik was voor een 2 gegaan, zoals iedereen waarschijnlijk. Maar het is ook een gelijkspel geworden. En dan natuurlijk de grootste verrassing van allemaal. KV Mechelen verliest thuis tegen Lokeren. Mark Uiterhoeven en Jaime Ruiz hadden natuurlijk die laatste ook fout. KV Mechelen, Lokeren. Maar Uiterhoeven is erin geslaagd dan slechts 2 op de 8 goed te hebben. En Jaime Ruiz 3 op de 8. Wie speelt hier vandaag? Karel Hoefkes. En tegenover hem staat Pieter de Nooy, toevallig een Cercle Brugge supporter. Ook te zien aan de kleur van zijn bril. Als u het mij vraagt, gaat Karel Hoefkes winnen. Wie wint er? Ik ga winnen. Karel gaat winnen. Heren, veel geluk. Ja, dan komt hij. Ah. Goed, Pieter. 1-0 voor Pieter. Kijk, daaraan herken je de meester van dat middenveld omhoog zetten. Okay. Ja. Oh, zeker? We zijn op 1 doelpunt van de rust. Dat is zo snel. Dat gaan we nu pronosticeren. We beginnen met AA Gent Oud-Heverlee Leuven. Daar zet ik zonder veel uitleg een 1. Ja, ik denk ook 1. Absoluut. Ja. Uiteraard Gent. KV Kortrijk, KV Mechelen. Ik zet een 1. Ja, ik denk ook een 1. Kortrijk thuis is in mijn ogen een heel te dichte tegenstander. Kortrijk is sowieso sterk thuis. Denk ook dat Kortrijk wint. Bergen Lokeren. Ik durf hier een X zetten. Bergen blijft winnen. 1. Ja, ik denk ook een 1. Dan hebben we Westerlo Zulte Waregem. Mijn sympathie voor de kasje, die geeft hier de doorslag. Ik zet een 1. Ik ben ervan overtuigd dat een 1 gaat zijn. Ook een 1. Ook een 1. Cercle Brugge Sint-Truiden, daar zet ik zonder twijfel een 1. Uiteraard een 1. Uiteraard een 1. Cercle is gewoon een goede ploeg. Dus ik denk dat zij thuis tegen Sint-Truiden gaan winnen. Dat zullen jij graag horen, hè? Standaard Lierse, standaard 1. Ik zet een X en ik zou er niet van verschieten dat het een 2 zou zijn. Een X? Standaard wint. Denk ik ook wel. Dan de match der matchen. Beerschot tegen Club Brugge. Ik heb nog altijd een heel goede band met de Beerschot supporters. Maar het is zo dat ik me ook heel goed voel bij Brugge. En ik denk dat we de betere ploeg zijn, dus ik zet hier wel een 2. Ik ga contrair doen. Ik zet een X. Ik dicht Club Brugge ook meer kwaliteiten toe. Maar op het kiel kan het soms spoken. Ik zal een 1 zetten, maar gewoon omdat Club volgens mij Europees een punt gaat halen in Braga en te veel krachten zal verspeeld hebben in de Europese wedstrijd. Maar zeg je ook niet een beetje een 1 omdat je vindt dat Club Brugge op zijn kloten moet krijgen? Ik vind dat wel, maar ik zeg daarom niet dat een 1 gaat worden. En dan de laatste, Racing Genk tegen Anderlecht. Ik twijfel tussen een X en een 1. Ik ga eerst horen wat jij zegt. Maar ik denk dat ze alle twee heel veel kwaliteit hebben. Maar Genk heeft nu toch tegen Standaard gewonnen. Heeft een heel goede wedstrijd Europees gespeeld tegen een goede ploeg. Dus voor mij is het een 1. Voor mij ook. Tweede speelhelft. De stand loopt nu op tot 7-4. Karel Hoefkes heeft zijn reputatie toch een beetje hersteld. Oh nee, de strik, ja, de kip. Yes. 10-6. Ik vind dat het meevalt, Pieter. Goed gespeeld. Ik vind dat het meevalt. Het is niet slecht. Goed. De voorspelling van Karel Hoefkes was bout, maar ze is wel uitgekomen. Hartelijk gefeliciteerd. Dank je wel. Super.
Merci. Mag ik ook nog vragen om onze tafel te handtekenen? Alsjeblieft. Dit gras op de oevervelden van Olympia is heilig, want Jan Keulemans heeft hier nog jaren op getraind. Volgende week staat onze tafel op het veld van Westerlo. En Jan Keulemans neemt het dan op tegen zijn assistenttrainer, ook een grote jongen uit het Belgische voetbal, letterlijk en figuurlijk, Frank Douwe.